En ik vind het elke keer weer mooi. Ik kom hier altijd zo blij vandaan. Ja. We laten ons verrassen. Ja? Ja. We gaan helemaal leeg. Ja. We komen helemaal blanco van. We zien het wel. U heeft een schitterende bloem meegenomen. Ja, klopt. Voor wie is die? Daar heb ik geen idee van, want het is een cadeautjeshealing. Dus gaat gewoon naar iemand via Jomanda, wat de goddelijke wereld bepaalt, waar ik dan een overeenkomst mee heb. Het medium Jomanda was gisteren in Assen voor een cadeautjeshealing. Bezoekers kwamen met bloemen en cadeaus. En die werden door tussenkomst van het medium als spirituele en helende boodschappen aan anderen in de zaal geschonken. Alsjeblieft. Ga staan. Hier. Je wordt bijna met jezelf gekoppeld. Dat gaat nou nergens om, maar... Dat is toch niet te geloven, kijk. En er staat op de confrontatie. Jouw vriend is overleden en had je dezezelfde grote bloem op de kist gelegd. Dus dat is werkelijk confrontatie. Dus die roos symboliseert de liefde voor uw overleden vriend. Ja, en hij heeft me eigenlijk even te kennen gegeven van ik ben altijd bij je. Waar je ook bent, je kan altijd mij aanroepen en dan ben ik er gewoon. Dus voor u is dit een heel bijzondere middag. Heel bijzonder, terwijl ik hier leeg heen ging, maar dat wist u al, dat had ik al verteld. En ze zei ook tegen mij, jij moet het contact weer herstellen, want als je het nu doet, wordt het weer, komt het weer goed. Gaat u doen? Ja, absoluut. En ik ben er ontzettend blij mee. Want ik dacht echt, die zie ik nooit meer terug. Ja. Oké. Ik ben heel erg blij. Dankjewel, goddelijke wereld en Jomanda. Ook in de zalen naast Jomanda, waar werd gekegeld en gekaard, werd men de invloed van het medium gewaar. U bent hier aan het kaarten en shoelen in deze zaal. Ja. En merkt u er iets van dat Jomanda in die zaal hiernaast zit? Nou, we hadden het met elkaar erover dat op een gegeven ogenblik betrapte ze mij erop. Ik zat zo te schudden en een paar keer schudde ik de kaarten op de grond. En dat heb ik anders niet. Dus ik vermoed dat er toch enige, trilling, sensatie vanuit de zaal naar deze zaal is gekomen. Ik werd aan de tafel, werd ik er wel op aangekeken, omdat ik ook met de rug naar de deur zat.